Nee, leiding. Ik zit met een god in oortje, dus. Ja, prima. Ik kan het hem even vragen. Ja, ik kan gewoon twee van jullie terug te pijnen naar het AB. Dat is het probleem niet. Nee, maar gaat niks met jullie gebeuren ofzo. Het is jullie ziens van zoveel. Ja. Ja hoor. Maar die auto links, daar is zeker die nieuwe Brabus, of niet? Als we hier toch zitten. Ja, volgens mij wel. Ja, die don't know. Hij is wel dik. Hoe duur is die? Weet iemand dat? Ja, ik vind hem wel dik hoor. Ontvoert, 330. Hij is uit hoor. Ja, je moet toch wat als je hier zo zit? Nou, als we iets meer aan de rij zaten, dan nog wel uitzicht volgens mij, hè? Ja, dat is waar. Maar als je zo naar links kijkt, dan zie je het Zuiderveen tekentje, als het ware. Ja, ook wel mooi hoor. Ja, precies. Nou, wat voor betreft mijn collega's, kijk, ik vind het niet erg om als ze er een houden om achter te blijven. Dus ook naar hun toe wil ik me op zich wel aanbieden. Hey, ik kan twee van jullie terug tp'en. Ja, ik blijf wel. Ik wil wel blijven. Oh, ja. Ik zei dat trouwens, ik blijf wel. Ja, blijf jij? Ja hoor, is goed. Wat is jouw ID? Mijne? Ja, dat tp ik jou naar het politiebureau. 1791. Dus goed, moet het werken. Ik offer me wel voor de squad. Ja, gast, ik ben net ook al ontvoerd, dus... nee, het is prima. Dikke lala. Ja, voor de collega naast me in ieder geval. Die krijgen nog wel van, hè? Nee. Oké, en welke van de twee... 1791, toch? De pet nemen wij mee? Ik blijf, man. Oké, top. Zit je nog vast, of niet? Ja, ik ben vastgebonden als het ware, maar ik heb wel een vraagje. Is die Brabus van jou? Die Brabus is niet van mij, die is van meneer een mooie strakke pak. Wat kost die, weet je dat? Ah, zo is het. 325 of 335 of zo. Oh bro, ik zweer, ik ga hem zo kopen dan. Hij is wel dik, nou ja. Ja. Goed, nou, we gaan weer verder. Die ben je niet zo stoer, hè? Ik vind praten sowieso wel gezellig. Weet je zeker dat je mee wou? Weet je, aan het eind van de dag moet iemand het zijn. En weet je, ik ben de moeilijkste echt niet hoor. Ik bedoel... Nee, het zal je zo wel even uitgelegd worden. Precies hoe en wat en waarom. En dan... Ja, ik kom eigenlijk net niet al te lang zeg maar Zuiderveen binnen. Het eerste wat ik deed was hun even assisteren en dit gebeurt. Maar ja, weet je, het hoort erbij. Prima. Het is een heel gedeelte vooraf gegaan natuurlijk. Anders zouden we het natuurlijk niet doen. Oh, ik zal mijn gordel ook even vast doen voor je. Je stoort, anders deed ik het wel even. Maar dat wordt je denk ik... door de hogerop uitgelegd. Ongetwijfeld ga ik zo'n kogel eten, maar weet je, dat is dan maar zoals het is. Kan je niks beloven, misschien is hij een goede bij. Maar ik denk het niet, als je het verhaal had ze hebben gedaan tegen ons, dan kun je het misschien wel een beetje begrijpen. Weet je, ik begrijp het sowieso, ik snap ook wel, kijk, ik hou wel van dit soort scenario's en aan het eind van de dag, weet je, zoeken we allemaal gewoon leuke scenario's op. Ja, true, maar daarom, ik denk als je dadelijk het verhaal een beetje hoort, dat je snapt. We zagen daar vier man staan en wij wouden voor iets payback. En ik denk als je dadelijk... What the fuck gebeurt? Kut. Maar ja, weet je, het is zoals het is en het is prima zo. Dus, ik ben nu kringlopen, ik kom eraan. Ik zal gewoon even voor je gaan uitleggen. Ik wist... En dan weet meneer hoe en wat. Ik wist van tevoren gewoon dat jullie guns hadden, maar ik moest mijne opbergen. Wat zei je? Ik wist van tevoren, ik wist al gewoon 100% dat jullie guns hadden. Toen ik jullie moest wegsturen, maar ja, dat mag natuurlijk niet. Hoe wist je dat ik guns had dan? Ja, dat is zo'n voorgevoel heb ik man. Het zijn of de Brabussen of het zijn de Mercedes'en. Het zijn altijd hetzelfde soort. Nee, oké, we zijn al bijna dus. Ja, prima joh. Dan zal het je wat verduidelijken. Ik ben de moeilijkste niet, echt niet. Nee, fijn. Weet je, beter dan het squeaken die je oren bij elkaar gillen, die heb je ook ongetwijfeld wel gekidnapt gehad. Ik heb er ook eentje, Alwin. Oké. Anders mag hij ook wel weg. Ik blijf sowieso wel afmaken.
Ik weet het nog niet, wacht. Ik hoor het wel. Kijken. Goeiedag. Yo. Maak hem maar los. Top, maak hem maar los. Pak hem broer. Yo boys. Yo. Wacht, hoor ik? Jullie kennen ja. Hoor ik act. Ja. Jullie hebben... Kijk, er is goed nieuws en slecht nieuws. Ja. Wat willen jullie eerst horen? Altijd het slechte nieuws, dan heb je altijd goed nieuws op. Daar ben ik het mee eens. Nou, top. Het goede nieuws is dat eentje van jullie niks overkomen. Nou, ik offer me wel gewoon, weet je. Prima. Als dat goed is met jullie. We kunnen ook een spelletje spelen. We kunnen ook, op zich hou ik ook wel van spelletjes. Schaar, of, Russische roulette, dat kan ook. Ja, ja maar daar heb ik mijn eigen geweer voor nodig. Ja, ik kan het wel voor je doen. Hé, collega, hoe sta je tegenover een spelletje? Ligt eraan of een boxingwedstrijd of zo. Op zich zou steenpapier schaar wel wat kunnen zijn. Dan doen we gewoon een slash me, gewoon allebei iets typen en dan tellen hun af. En dan degene die verliest, die... Dat vind ik een hele leuke. Ik ook wel. Axel, durf je het aan? Ach, ik heb zo vaak offers moeten maken. Ik ook, joh. Geen zorgen. Oké, als jullie even over een paar seconden aftellen, dan ga ik maar alvast wat typen. Ga ik ook even wat rustig. Yes, als jullie beiden. Maar het verhaal moet nog even uitgelegd worden, niet? Ja, dat doen we zo wel. Oké, top. Als het goed is, hebben ze nu allebei wat getypt. Wat? Oh, wat gaan we doen? We gaan steeds schaar doen. Ja, we tellen zo af. Van 3-1 en zo. En dan typen en dan doen ze allebei wat ze doen. We geven nog 10 tellen en dan... Ik zou klaar. Gaan we beginnen. Oké, bij go, ja? 3, 2, 1, go. Ah, ja. Dat hebben jullie afgesproken. Dat hebben jullie afgesproken. Nee, serieus niet. Die gaan fucken met ons, hè? Daarom kan je met Oké, opnieuw. De eerste bij de 3 of doen we gewoon 1 keer klaar? Ik vind het wel grappig. Nee, één keer klaar is wel goed, denk ik. Nou ja, dan doe dat maar. Oké, nog een keer. Ik wil wel eerst eventjes het verhaal uitleggen. Oké, is goed. Degene die verliest dan ook wel echt meteen, zeg maar. I know. Ja, dat is leuk, dat is leuk. Dat vinden wij een leuk spelletje. En degene die... Het overleef, die mag dit verhaal ook even goed in zijn oren knopen en die mag dat mooi tegen het korps gaan zeggen. Ik luister. Kijk, wat is er aan de hand? Vanmiddag hebben wij een mooie bankoverval gedaan. Ja. Ging top, geld verdiend. Ja, ik was... Mag ik wat zeggen? Ik was achter de man op de Oesie nog op de scooter, ik was op de motor. Oh, alleen ik was zo kwijt. Jij ging eerst rechts naar die jump, jij maakte die jump als het goed is. Ja. Yeah. Wat trouwens niet mag, maar goed, jij maakte die jump. Vervolgens ging jij naar rechts. En daarna dacht ik dat jij ook naar links ging. Maar ik denk dat je naar rechts bent gegaan uiteindelijk, of niet? Nee, ik ging de tunnel in. Ah, godver. Ja. Maar het is maar goed dat je de tunnel niet in bent gegaan. Maar goed, daar gaan we niet over praten. Nee, anders gebeurt het nu wel wat er anders zou gebeuren. Dus. Ja, precies. Ja, dat dus. Dat was prima. En toen hadden wij nog meer geld nodig. Dus hebben wij twee agenten ontvoerd. Die hebben wij bovenop de Maze Bank gezet. Toen hebben wij een bedrag van 50.000 euro losgeld gevraagd. Die hebben we uiteindelijk wel gekregen in 2 delen. Eerst 25.000 euro en toen nog een keertje 25.000 euro. Verdeeld over 2 locaties. En op de tweede locatie waren we in Sandy Airfield. Helemaal op het einde van het vliegveld. Ik had de 25.000 euro ontvangen. Ik gaf de collega, dus de deal was afgerond. En toen we in de helikopter wouden stappen, sneakte een DSI-agent achter ons naar ons toe. En die begon op ons te schieten. Dus het was een setup. Hmm. En daar zijn we niet zo heel erg blij mee. Kan ik begrijpen. Ja. Okay. Ja, ik heb last van de strot, man. Sorry. Maakt niet uit. Maar daar zijn we niet zo heel erg blij mee. Kijk, we houden van spelletjes, maar niet zulke spelletjes. Nee, spelletjes die wij net deden, bijvoorbeeld. Precies, dat vind ik veel leuker. Ik wat minder, maar het spelletje wat we nu ook aan het doen zijn, vind ik ook heel leuk. Maar goed, dat moet even duidelijk gemaakt worden, dat niet de bedoeling is. En dat je niet moet fokken met ons. Dus eentje kan het navertellen zometeen. En de ander niet. Alright. Maar, that's it. Dan heb ik nog één laatste wens, als dat mag. Ik weet niet of jullie die hoop shit achter jullie zien in die schuur. Maar leven is nooit meer waard geweest dan dat. Dus ik zou het wel vereerd voelen als ik daarop op die berg geknald mag worden dan. Mocht ik verliezen. Nou, no.
je weet nog niet eens wie doodgaat, of wel? Nee, maar mocht dat gebeuren, misschien zei wel, ik... Misschien win je wel. Ik heb ervoor gecheckt, het is geen hoop kak, het zijn een paar stenen. Oh, nou, in dat geval, dan zou ik hier maar gewoon ter plekke... Tussen de... in de mond. Ik ben een paardenstaal, dat kan zal wel wat goed liggen, joh. Dit is echt ongelofelijk. Ja. Nou, spelletje. Stip, wie schaar. Oké, ik ga weer wat ready maken, ja. Denk even goed na wat je wilt doen. Oh, oh, nou, oh. Nee, je hebt een fouten. Dat gaat snel. Ja, mijn Anthony, die zat vast. Oké. Vertel maar. Nou, wat doen we eigenlijk? Best of drie? Best of gewoon één? First try, man. Anders zitten we hier morgen gewoon nog. Gewoon één keer? Ja, man. Nou, dan ga ik aftellen. 3, 2, 1, go. Ah! Ja. Hey, zulke spelletjes houden we ook niet van, hè jongens? Kom op. Ja, maar hier kunnen wij oprecht niks aan doen. Dus nee, we zitten serieus niet op comms of whatsoever. En we, als we wel bij elkaar zaten, zijn we sowieso gemute. Oké. Okay. Nou, een nieuwe dan. Ik ben weer ready. Ready. 3, 2, 1, go. No! Laat het spelletje heel ietsjes veranderen. What the Als fuck? Jullie nog één keer hetzelfde hebben, verliezen jullie allebei. Nee, ik vind het helemaal prima, joh. Ja, daar gaan we dan, I guess. Ik ben ready. Ik ook. Nou. 3, 2, 1, go. Oh. Ja. Ik had. Ja. Ik ging echt serieus stuk als ze weer hetzelfde hadden gegooid. Ik ga niet liegen. Ja, toch die winnaarsmentaliteit van de politie. De Kamar. Precies. Maar wie heeft er nou verloren? De Kamar. De Kamar. Nou. Dan kan je toch nog wat van je leven maken, hè, politie? Ja. Nou. Ik weet niet of het ooit wat zal worden, maar dat is iets anders. Maar goed, we gaan ervoor. Wil je een mooi plekje in het licht? Of, Ja, ik vind wel dat we even een leuk plekje voor mijn collega mogen uitzoeken. Ja, dan mag jij eentje uitzoeken. Wel hier in de buurt natuurlijk, we gaan niet helemaal naar het noorden. Want, toestemming om te lopen? Nou ja, je hebt geen wapens of iets. Dus, nee, wel. Nou, succes. Nou, jij mag ook openstaan als dat lukt. Dan loop je maar even mee. Zet een mooi plekje. Ja, een paardenstalletje misschien. Oh. Ik hoop wel dat hij gemest is van tevoren. Je vindt het een paard of... Axel, ik hou van je, bro. Ik ga een keer jouw leven verscheuren. Dit is wel het bewijs dat de politie en Kamar toch wel een onderlinge strijd met elkaar hebben. Ja. Nou, ja, weet je, je kan wel zeggen dat je met leven zuur wil maken, maar jij weet hierna niks meer, dus... Wat voor rang hebben jullie eigenlijk? Ik vind het leuk, hè? Bro, ik ga niet liegen, dit is de mooiste roleplay waar ik ooit in ben beland. Ik ga niet liegen. Geef elkaar nog even een mooie knuffel. Hey, weet je wat er net ook was, hè? Had hij me vastgebonden, maar... Wou ik mijn porto uitdoen, maar dat kon niet! Er kwam een helikopter mee heen staan. Ja! Via DRC? Ja. Mag ik helemaal stuk. Bro, dit is gewoon goud. Nog een mooie afsluiter, hè? Goed, Axel, we houden van je. Hartstikke idee! Nou, voor de politieagent. Hallo. Oké, ik stop. Het is wel mooi. Politieagent, ik verwacht dat jij ook in het hokje gaat zitten, maar dan lekker in het hoekje gaat zitten. Nee, maar dat kan ik echt niet. Maar wat voor ik kan dat toch niet aanzien. Kan even jullie me niet gewoon afzetten, knock-out in de auto slaan of zo, dat je me gewoon ergens uitdunt. Ga hier maar zitten hier zo. Ai, nou broer. Jij mag het mooi allemaal zien. Mag je zitten? Mag ik niet in die hoek daar? Nee, hier. Ai, fuck jullie. Zet een zak op zijn kop. Pas op, hè. Ja, zet het toch. Ik kan dit toch niet, jongens. Ik heb je vastgebonden. Prima. Nou, wacht. Misschien is het nog fijn om te doen. Ik wil het niet zien, hoor. Ah, dankjewel. Zo. Dankjewel. Nou,
Ik hoop dat je niks meer hoort. En ik hoop dat je het goed doorgeeft. Wat? Je stinkt! Oh, daar hoort hij toch. Wat je nou Axel, eigenlijk... je moeder. I know, broer. Ah, je hebt het gehoord.